Zelfs als die vrij is, krijg je hem de cabine bijna niet uit. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat zijn nieuwste bevlieging ook te maken heeft met zijn grote passie. Darten. Uiteraard ook met zijn kraan. En vandaag nam hij het op tegen niemand minder dan Raymond van Barneveld. Terwijl Raymond een van de aanwezige bobo's leert darten, staat Will al nerveus bij zijn kraan. Zometeen moet hij zich meten met Barney en dat is natuurlijk niet niks. Ben je zenuwachtig? Nou, ik ben niet zenuwachtig, maar wel gespannen. Dus, maar goed, dat is de gezonde spanning, dat is niet verkeerd. Maar goed, ik heb wel pittig aan het oefenen geweest en dat geeft jou een goed gevoel, want dat ging niet verkeerd. Gelukkig mag Will eerst even ingooien, net als bij een echte dartwedstrijd. Met een kraan gaat het toch een beetje anders. Zelfs het pijltje pakken is al een hele klus. Dochter San is ook besmet met het kraandartvirus. Zij legt de pijltjes keurig voor pa in een bakje. Wils oefenpijl zit al meteen in de boel. Het ziet er naar uit dat Barney wel kan inpakken. Let's play dart! En ook tijdens de echte wedstrijd gaan Will en zijn dartkraan als een speer. Enkele vijf. En een enkele vijf. 21, 30. Het zit Barney niet mee. Tegen al het geweld uit Op Meer kan zelfs hij maar weinig beginnen. Will Dekker en zijn dartkraan winnen met een fikse voorsprong van de meervoudig kampioen. Hey man, wat is dat nou? Dat waren echt vakantieworpjes, hè? Ja, jongen, we kunnen hier nauwelijks praten over darts. Heel veel wind natuurlijk buiten, maar dat geeft ook niks. Het is een stukje entertainment en het past precies in mijn voorbereiding, joh. Dus gewoon leuk, lekker ontspannen. Wils vrouw zal overigens niet zo blij zijn met de overwinning van haar man, want nu blijft hij misschien nog vaker op zijn kraan zitten. Nou, die vindt het nou zachtjes aan ook wel welletjes. Kijk, je bent er toch zo'n anderhalve maand alle avonden weg. Nou ja, goed, een vrouw vindt het niet zo erg als je een keer weg bent, maar alle avonden.